En dan valt de 2-3. Het is gebeurd met ODB. De jongens kunnen niet met het verlies omgaan en Lorenzo reageert het af op een tegenspeler. Maar de laatste keer eigenlijk jij dan die tegenstander geschopt hebt, denk je dan daarna dat was goed verdedigen of nee. Vond je dat erg? Ik vond het erg voor die jongen. Ja, op dat moment, dan merk je dat niet zo. Ja, toen dacht ik na de wedstrijd, helemaal nergens voor nodig. Het is gewoon schandalig wat ik heb gedaan. Want ik kreeg ook om mijn oren van teamgenoten hoor, in de kleedkamer. Dat gebeurt wel hoor. Die waren niet tevreden over mij, dat ik zoiets doms doe. Het was niet echt nodig.